mensen. Goed dat jullie er weer bij zijn. We gaan weer een nieuw dagje zoeken, lekker pieperen. Het is fris vandaag. En we hebben 25 abonnees. Het is nog niet veel, maar ik vind het al leuk. Tof dat jullie zijn geabonneerd. Dus we hebben een klein feestje te vieren. Yeah! We gaan lekker zoeken. Yes! Eerste vondst. Een zegellootje. Kennelijk. 300. Nou ja. Thuis even schoonmaken. Is wel apart. Achterkantje kogelhulsie. Niks meer op te lezen. Zo, dit is een mooi loodje. Een S. De achterkant. Een leuke. Nou, aan de andere kant niks. Maar deze is mooi. Zo, hier. Constante 26. Hoog signaal. Wat zal dat zijn? Wat zal het zijn? Even kijken. Zo dan. Is dit dan heel? Jeumig. Ja, kijk dan. Het zijn gouden plakken. Die zijn heel dik. Ik denk dat dit is werk van Malle Pietje geweest volgens mij. Ik ken er maar één zijn geweest. Ja. Ik weet niet of jullie het Sinterklaasjournaal hebben gezien. Maar die Malle Pietje doet gekke dingen hoor. Hebt hij ook nog aan ons gedacht? Hé. Hey. Kik hè? Ja. Lekker hoor. Jij ook eentje dan? Ja. Nou, en ik zal alles delen. Ja, bedankt, ja toch? Bedankt, ik een beetje meer als jij. Bedankt Sinterklaas. Dankjewel Sinterklaas. En Malle Piet natuurlijk. Even bij mijn maatje kijken. Hij vindt een zegellootje. Ja, niet echt wat op het. Oh ja, ja. Nu wat te voor, want mijn tanden mocht ik er wel bij. Ik heb hem ook. Niet bij, hè? Oh, wacht even. Even poetsen. Ja, kijk. Ja, 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 ja. Er staat wat op, er staat wat op. Terwijl de politie uitrukt op de achtergrond. Nee, dat kwam niet voor ons. Even kijken. Geduld is een schone zaak. Ja. Een beetje spugen erop. Een beetje natuurlijk schoonmaakmiddel. BG, EG. EGT. Een mooie. Dit is een leuk loodje. Rijk en recht, R-E-G-T. Ja, hij is mooi. Weet iemand het nu al wat het is? Dan hoor ik het graag. Laat het even in de reacties achter. Mooie vondst, Ben. Ja, toch? Ik geef hem weer terug aan jou. Ja. In de pocket. Zie. Nee, nou, ik kom op een rare. Guldetje 1980. Ik kom op een springend niveau binnen. Dat ja, maar daar staan ze bekend om. Ja. Zo dan. Ja, toch leuk? Dit is al de derde ambulance die voorbij komt. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Wij kunnen het niet zijn, hè? Nee.
daar een politieheli in de lucht. Kijk. Er is heel wat aan de hand. Maar wij zijn lekker ontspannen aan het zoeken op een akkertje. Wij maken ons niet druk, hè? Wat zonde zeg. Kapot vingerhoedje. Jammer. €2. Nou ja, toch nog een muntje. Kijk, die hadden we nog niet gehad. Achterkantje van een lepeltje of een vorkie. Er staat niks in gegraveerd. Misschien komen we de rest straks nog wel tegen. Nog een vingerhoedje. Weer helaas plat. En stuk. Ah, nou breng ik nog een. Nee. Niks aan te doen. Weer een leuk loofje. Ik denk dat er een of een 13 of een 15 in staat. Andere kant, niks. Ja, hij is leuk. Zo, we zitten weer lekker warm bij de kachel. Opgefrist en wel. Want ik had aardig koude voeten gekregen van dat natte gras. Leuke vondsten gedaan. Gave zegelloodjes. Weet jij iets meer te vertellen over een van deze zegelloodjes? Laat het even achter in de reacties. Ik zoek nu ongeveer anderhalve maand met de Equinox 800. Perfect apparaatje, ik ben er erg blij mee. Zelfs de kleinste dingetjes, zoals dit sluitingkie van waarschijnlijk een leverpastei of iets, komt gewoon heel lekker binnen. Ik hoop dat jullie met plezier naar deze video hebben gekeken. Laat voor de moeite eventjes een blauw duimpje achter. Abonneer en ik zie jullie bij de volgende video.